Okey oh, dokey, daily challenge start. Right. Laten we eens zien waar we zijn vandaag. Als ik dit soort dingen zie, denk ik altijd gelijk aan Rwanda. Zwarte truck, want dat is, dat is hem vooral, weet je. In de meeste landen is het een... een, een uh een witte truck. Oh, het is nou geen truck meer. Is het dan wel. Rwanda. Mogen we ons gaan afvragen. Want die straat die ik zeg staan is namelijk niet. Dat is wel Frans. Dus. Dat zou wel in het voordeel van spreken. Ja, zie ik daar. Oké, okay. het is inderdaad wel Ronda. Dan moet ik alleen nog even uitvinden op welke. Dat is KG339. Het is een beetje. Oh, daar. Nee, dat is hem niet. Ik zou moeten weten welke straat dit is waar we nou op zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste van het allemaal. ja. Um, yeah. Oké, okay. wat gaan we anders doen? Zo. So. Op stand wordt gevuld, dat. Eh uh, KG, dat is KN, KK. KN nog meer, nog meer KN. Moeten we dat? Ja, KG. 339. Ik moet heel even uitvinden de 500, hier gaan de 700 in, 600, nog meer 700, nog meer 700. Moeten we naar binnen gaan voor de lagere getallen? Nee, zo te zien, Welke kant moeten wij opgaan voor de lagere getallen? Deze kant. Ah, het zat in de buurt. Het is acceptabel. Wacht even, want ik heb echt een... slotneus van een Hitler kinder. Oké, okay, dank u. Dank so, u voor het wachten. Oeh. Stadion. Ik ga er vanuit dat dit China zal zijn. Want de... Heet het? En dan, Ja, dat zijn een aantal. Opties dan natuurlijk. Het kan ook. Het probleem met name is dat ik natuurlijk. Ik, ik ben gewoon niet zo heel goed in het onderscheiden van de. Van de Chinese en de hoe uh, heet het? Japanse tekens. Um, Hakata. Hakata, dat klinkt echt als. Uh, japans, weet je? Ik probeer te kijken of ik ergens een, een, een URL kan ontdekken. Maar ik begin toch te twijfelen of dit Japan of... Uh, Maar ik zeg, Hakata, dat klinkt echt Japans. Dan zou dit wel eens Tokio kunnen zijn. Nou, dit kan ook. Ik bedoel, buiten Hakata heb ik echt nog helemaal geen aanwijzingen gevonden waar we überhaupt zouden kunnen zijn. Als het al. Ik weet het, dit, dit is echt een gok van heb ik met jou daar. Nou, dit is yen, dus het is inderdaad Japan. Want China heeft. God, wat heeft China eigenlijk? Geen yen in ieder geval, dat weet ik wel. Maar het zit in ieder geval goed qua land? Dat weet ik niet of het goed zit qua stad. Nope. Ik had dat echt... Wat ik zeg. Dat had ik echt nooit van zijn leven gevonden. Oh, maar god. Wat een... Ja, het was maar goed dat die vorige niet goed was. Eh... Uh, Groenland. Dat is echt het beste wat ik ervan kan vinden. Ja, dit zou ook... Um... Het is Groenland, want dit is de vlag van Groenland. Dus in ieder geval op het goede land alweer. Maar op de goede plek zitten is een ander verhaal. Ja, nee. ik, ik ga echt nooit van zijn leven vinden waar dit is. Ik neem aan dat we op weg zijn naar in ieder geval een stad. Oosten. Omringd door. Ja, maar goed, nogmaals. Het zou hier kunnen zijn, maar het zou ook hierbovenin kunnen zijn. Weet je dat dat. Zelfs dan nog als de, de, de. de... Hoe weet het? Um... De, het kompas verkeerd staat. dan heb je er al helemaal niks aan. Zou ook hier kunnen zijn. Ik durf echt oprecht. Geen... ik zou hem zelfs eerder hier zetten op dit moment dan. Ik heb echt geen idee. Dit, dit is echt zo'n locatie waarvan je zegt: van ja. Als je, als je veel speelt. Als je, als je verstand hebt. dan weet je van. Ah. Er zit daar een man met een uh, grijs hoofd. en een kaal plekje. <coughs> en de vlag is gerafeld. Dus we zijn op weg naar stad X. Alles is van. Uh, ah. Maar de vlak is niet geraveld. maar er zit wel een man met een grijze plekje en een kaal hoofd. Dan zijn we zijn op weg naar stad I. Ja, nee. <laughs> Zover in, in de, 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 de Geocaster Meta wil ik echt niet gaan. Ik, ik heb echt geen flauw idee wat dit is. Grote kans dat het aan de andere kant van uh, Groenland is, maar wat ik zeg, dan ben ik blij dat uh... ik zei het toch? Nou, waarom zet je hem dan daar niet? Ja, het is goed met jullie. Ik zie Europese nummerborden. Dan zou dit in ieder geval... Uh, Frans, dus dan kan het Frankrijk, Zwitserland, België, Luxemburg zijn. Gezien de omgeving ga ik eerder richting. Uh, neig ik eerder richting Frankrijk, België, Luxemburg dan richting uh, Zwitserland. Witte nummerborden. Uh, volgens mij zag ik het net vanuit mijn ogen blauw en blauw. Ja, blauw en blauw. Dus dan is het Frankrijk. Hoezo, blauw en blauw is toch Italië? Nee. Frankrijk heeft dat ook. Maar als ik. Uh, Frans herken ik als zijn de, een, de taal, zeg maar. En uh, je moet ook eerlijk zeggen. Misschien dan met uitzondering van wat andere steden tot uh, Frankrijk en Italië. Uh, uiterlijk ook echt tegen veel schelen. Ik ga eerst in ieder geval vast in uh, Parijs zetten. Wat wel eerlijk zijn, Parijs. Zet ze niet op de porde als het uh, niet enigszins in de buurt ligt. Ik zeg niet dat het uh, niet zeg maar een paar honderd kilometer er vandaan kan liggen, maar het, uh, de kans is vrij aanwezig. Dat het wel echt goed dicht in de buurt van, uh, Parijs ligt. Dat is 31. Maar weet hoe we wegen... Is dit Parijs weer? Ja, dat is Parijs weer. Misschien <laughs> uh, ligt Parijs zelf. Dat ligt in Parijs zelf, zie je wel. Dat is waarom ik voor prijs gekozen heb. Next one is. What the heck is dit? Hierarcha Karnati. Is dit? Ik wil Zuidoost-Azië zeggen, maar zou dit dan Sri Lanka kunnen zijn? Ik zou echt niet om de goede hoek om te kijken wat we. De... de belettering is ook echt totaal niet duidelijk. Um, als het niet. Wat zou dit kunnen zijn? Ja, dan India zou ik zeggen met, met zo'n naam. Ik, ik zou zeggen dat dit India of Sri Lanka is op dit moment. En dat is puur gebaseerd op de, op de naam die ik zag staan op dat bord, of dacht te zien staan op dat bord. Uh, dit is niet echt heel duidelijk. Hier zou ik kunnen zeggen: Ja, maar hoe zit het dan met de hoofd... Ja, maar. Um, dit zou. Dan wil ik duidelijke belettering zien. Oh, fuck. Dit is het. Het ziet er niet zo tropisch uit als Sri Lanka. Ja, dit ziet er ook echt niet uit als Sri Lankese letters. Dus ik, ik neem de hok. Dat het hier is. Want dat is namelijk de enige plaats waarvan het enigszins op elkaar lijkt. Of tenminste. Wat zou kunnen en niet zo'n cirkel heeft. Ik hoop dat ik gelijk heb. Nou, aan de andere kant, het maakt niet zo heel veel uit. Want. Uh... We, we halen het goud toch niet meer en dat, er zijn er al twee die echt compleet vanaf zijn, dus ja. Ja, yep, het was wel Sri Lanka. Natuurlijk was het wel Sri Lanka. Waarom twijfelde ik er überhaupt uh, Ik had bij deze misschien wel bij mijn eerste ingeving moeten blijven. Wacht, wat? Oh, het zag er net uit van ver af, zo alsof die in Zuid-Korea zat. Ik denk van heb het toch helemaal verkeerd gezien of wat? Maar nee, het is gewoon op afstand lijkt het uh, veel heftiger. Ja, deze. Uh, ik had gewoon wel voor Sri Lanka moeten gaan. Maar goed, hè? Het is niet alsof de rest zo goed gegaan is. Nou, dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen is er weer een dag en een daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.